Even kijken, dit is zonder voorbereiding. Ik weet niet eens over welk boek ik het ga hebben. En het moet in 1 minuut. Nou, dan hou ik het toch over mijn eigen boek. En why I love this book. Nou, I love this book omdat ik het heb geschreven voor Puk, mijn hond die is overleden. En ik heb het geschreven zonder dat ik wilde dat het een boek zou worden eigenlijk. En zonder dat ik wist dat het een boek zou worden en zonder dat ik wist wat het me allemaal op zou leveren. Ik schreef het omdat ik een droom had. En omdat ik een belofte had gemaakt aan mijn hond tijdens een begrafenis. En omdat ik een paar maanden later een droom had. En in die droom hoorde ik dat ik naar Marseille moest lopen en daarover moest schrijven. Dus dat ben ik gaan doen. En dat is dus een boek geworden. Een eerste serie artikelen voor NRC en later een boek. En ik krijg nog elke maand mailtjes van mensen die dat boek hebben gelezen. Die het mooi vonden en die anders kijken naar de wereld doordat ze mijn boek hebben gelezen. And that's why I love my book.